Onder het toezien oog van maakster Margot Homan is donderdagmiddag het beeld van Miet van Puijenbroek geplaatst bij het Textielmuseum in Tilburg. Dat museum is er mede gekomen dankzij de inspanningen van Van Puijenbroek. Zij stierf in 1999 op 85-jarige leeftijd. Namens het CDA heeft ze 37 jaar in de gemeenteraad gezeten. Voor een periode van 4 jaar is ze wethouder geweest. Stadgenoten kozen haar tot Tilburger van de eeuw. De sculptuur, die 55.000 euro heeft gekost en ruim 7.000 kilo weegt, wordt aanstaande zondag officieel onthuld.